denk het was 2001, dat ik dacht, ja, die herdenkingen, het is eigenlijk, afgezien van de preek op het kerkhof, een aaneenschakeling van formele momenten. En daar heb ik iets inhoudelijks aan willen toevoegen. Om ons te bezinnen op, ja, we herdenken dat, maar wat doen we er nou mee? Hoe nu verder? En toen hadden we al, heette de brug in Arnhem al Bridge to the Future. Dat hebben de burgemeesters van Arnhem en Oosterbeek toen, hebben hem zo gedoopt. Bridge to Far tot Bridge to the Future. En ik heb toen in de tijd ook het War Requiem van Benjamin Britten beluisterd. En dat is een, heeft me ongelooflijk diep geraakt en veel gegeven. Daarin wordt eigenlijk alles gezegd en gebeden. En toen heb ik mogen helpen dat het Gels Orkest eens in de 5 jaar, dus iedere keer, dat War Requiem van Britten uitvoert. Wat een hele ingewikkelde, dure productie is met 3 solisten en 2 koren en een heel groot, prachtig stuk. En toen hebben we de stichting opgericht, War Requiem, Bridge to the Future, om die 2 dingen te verbinden. Ik denk dat, dat er weinig manieren zijn om op oorlog te bezinnen die mooier zijn en dieper gaan dan het luisteren. Echt werkelijk luisteren naar het War Requiem van Britten. En met de conferentie hoop ik dan, ja, dat we toch iets mogen reflecteren en delen over wat we hebben geleerd van die slag. Ik bedoel, de stad Arnhem heeft een biografie waarin september 1944 natuurlijk kardinaal belangrijk is. En dat we dat ook met z'n allen mogen omzetten in een bijzonder kapitaal van die stad. Een stad heeft ook een bio. En daar moeten we zuinig op zijn. En ik denk dat het belangrijk is om samen als Arnhemmers daarop te reflecteren en dat in ere te houden. We hebben dan 3 sprekers ieder jaar. 1 spirituele spreker, 1 politieke en 1 militaire spreker. Omdat dat voor mijn gevoel en voor mijn perceptie de 3 niveaus zijn waarop we moeten herdenken.